Waarom ben je een Feyenoord supporter? Ja, ik vind het gewoon een mooie club. Vaak goede spelers en ja, ze winnen wel wat. Het is wel een beetje gekleurd, zeg maar, tussen blanke en donkere kleurige. Er zijn ook veel talenten in Feyenoord. Ja, omdat ik, in Rotterdam woont. Daarom ben ik van Feyenoord. Er zijn meer clubs in Rotterdam? Ja, Sparta en Excelsior. Maar ja, ik ben echt een Feyenoorder. Ik kom zelf uit Rotterdam. Gewoon geboren en getogen. Ja, Feyenoord is gewoon een goede club. Ja, het is gewoon perfect. En hoe vindt u dat Feyenoord een beetje met zijn supporters omgaat? Ja, vroeger was het beter. Ja? Ja, toen ik nog een ventje was, toen ging ik vaak naar het stadion toe. En toen had je ook die topwedstrijd van Feyenoord Ajax en zo. Dan had je ook niet die vechtpartijen en zo, de afloop en zo. En dat heb je nu de laatste jaren wel. Ja, dat kan wel beter. In welke zin, denk je? Dat ze meer toegelaten moeten worden, vind ik wel. Want steeds wordt alles meer buiten gehouden. Ze worden er niet meer echt bij betrokken. Voor niet alleen voor mij, maar voor meerdere mensen die dat ook wel zeggen, ja. Want ook met open dag zie je ook steeds minder en minder. Ja, alles gaat naar de nieuwe stadion toe, waar ook heel veel mensen niet blij mee zijn. Ik vind het gewoon hartstikke goed, man. Ja, mijn ervaring met support, ik vind gewoon dat ze ons met respect behandelen. Gewoon echt gewoon met liefdevol en zo. En vond je dat vroeger meer of minder dan nu? Vroeger vond ik het meer, man. Ja? Ja, nu is het wat minder wegens chaos en zo. Vind je dat jammer? Ja, heel erg, ja. En wat vind je dat eraan moet gebeuren? Ja, mensen moeten gewoon normaal doen. En geen chaos meer zetten op wedstrijden. En dan is het gewoon liefde voor Rotterdam, weet je.